Ja hoor. God, dat duurde lang, hè? Ik wil jullie iets heel leuks vertellen, want naar... Wow. Nou, ik ben thuis en ik heb een roos gekregen. Kijk, mijn pakketje is binnen. Kijk dit. Wat is een blok in mijn maag, joh. Ja, echt hè. Eet smakelijk. Vlog gaat lekker beginnen. Leuk dat je kijkt. Ten eerste, de vogeltjes fluiten. De zon schijnt. Dus volgens mij wordt het bijna 10 graden. Ik heb zoveel zin in de warmte. Echt, kom maar door met de lente en zo. Ik ben helemaal klaar met die kou. Normaal ook echt van winter. Maar ik denk dat ik een beetje ga overstappen naar een zomermens. Ja, ik word een zomermens. Dat weet ik gewoon nu al. Ik had dus de vorige week vlog alles in mijn kamer een beetje gepimpt en opgeruimd en zo. En ik ben er zo blij mee. Ik moet alleen even dit tasje met make-up. Want ik sliep bij Laura, dus die moet ik nog even inpakken. Maar voor de rest is alles zo clean. En ook dit. En ook dit. Zo blij mee. Ik moet vandaag naar school. Van 12:30 tot 4:15. En dan moet ik snel haasten naar huis toe. Ik hoop dat ik een kwartier eerder weg kan van school. Want dan ben ik echt wel op tijd thuis. Want ik ga vandaag sporten. Anders ben ik om 5:00 thuis en om 4:15 moet ik weg. Dus dan moet ik snel eten, alles omkleden. Oh ja, ik moet nog even mijn sportkleren klaarleggen. Maar dat is in ieder geval wat ik ga doen naar school. Dus ik ga me even klaarmaken. Ik laat zo even mijn outfit zien wat ik aan heb. Maar ik ga eerst eens even klaarmaken. En verder wou ik nog iets zeggen. Oh ja, vandaag begint mijn nieuwe periode. Periode 3. En je hebt de 4 of kwartiel 3 van de 4. Dus ik heb allemaal nieuwe vakken. Dus ik ben heel erg benieuwd. De vorige keer waren heel veel leervakken. En daar heb ik dus mijn tentamens van gehad. Ik denk dat ik deze week ook de cijfers binnenkrijg. Dus dan zou ik dat wel... live vloggen en zo en mijn reactie laten zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit kwartiel heb ik allemaal nieuwe vakken, maar vooral doe-vakken met Illustrator, conceptdenken, wat was nog meer, media-effecten en dat soort dingen. Ik krijg ook heel vaak de vraag welke studie zo ik doe, maar dan moet je even in de beschrijving onder mijn video's kijken. Daar heb ik de meest gestelde vragen met een antwoord erop. Dat heb ik altijd uitgewerkt onder elke video, dus mocht je benieuwd zijn en steeds vergeten. Onder de video even kijken. Ik ga me nu even klaarmaken. Ik wil wel een beetje make-upje op, maar niet te veel. We zullen zien wat het wordt. En ik ben ook mega blij met mijn marmer. Ik wil even deze laten zien, want deze zat in mijn pakketje van Ananushin. Dit is echt de mooiste blush ever. Is echt niet normaal. 02 Peach Pop. Ik ga trouwens deze week weer even mijn nagels doen. Als het goed is komen mijn AliExpress dingen van mijn acrylnagels gauw binnen. En gel nagels en die lamp, UV-lamp en weet ik het allemaal. Dan kan ik eigenlijk mijn nagels mooi doen. Maar in ieder geval deze blush. En misschien dat ik hem wel bij mijn alledaagse stash neerzet. Maar ik zet deze er gewoon bij. Nou, deze oogpotlood mag daarheen. Lippenbalsem doe ik op. En mijn dagcreme. Ik maak eerst deze op en dan ga ik verder met die ook van Clinique. Want die is ook mega fijn. En ik krijg heel vaak ook de vraag waar mijn kettingen van zijn. Nou, deze V, ik laat het gewoon gauw even zien. Oké, hoe ga ik dit doen? Nou, deze V, die komt van Bombinilina. Hetzelfde geldt voor dit kettingje. Die is ook de V van Bombinilina. En dan heb ik nog deze. Deze heb ik gekregen van mijn vriendinnen. Die komt van Zinzi volgens mij. En deze balletjes. Deze komt van Diekman. Daar zijn mijn sieraden van. Diekman is een juwelier. Dus vandaar. Nou, nu ga ik echt even snel opmaken. Anders dan kom ik weer te laat op school of zo. En nou, dat kan niet. Het make-upje zit erop. Ik heb toch nog ook nog oogschaduw en zo bij gedaan. Maar alleen concealer, dus geen foundation of zo. En ik heb echt heel erg zin in de voorjaarsvakantie. Want ik moet deze week 1 weekje naar school. En dan is voorjaarsvakantie. Ik ga even mijn outfit laten zien. Ik doe even schoenen aan. En dan ga ik naar school toe. Ook heb ik vandaag, vanochtend, ga ik met mijn vriendin naar de Fleek Day event of zo van Monica en Danique. En daar heb ik super veel zin in. Dus die kaartjes heb ik besteld vanochtend voor ons tweeën. En dat is 3 mei. Dus dat duurt nog hem. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Ik durf ondertussen mijn laarsjes aan. Kijk, dit is de status van mijn schoenen stash. Het is helemaal een bende. En een paar schoenen heb ik nog niet eens aangehad. Of een paar die zijn al 30 miljoen jaar oud en hebben gaten in het teen. Daar zo. De een van de eerste vlogs had ik volgens mij dit ook aan, maar dat weet ik niet zeker. Ik weet nog wel, de dag dat ik dit aan had, besloot ik om te gaan vloggen. Echt grappig. Maar goed, dit is een
ja, een blazer. Die kun je dichtknopen van Transition. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ja, je kan hem ook nog hier gewoon opstropen de mouwtjes. Maar ik vind het juist wel leuk dat hij wat wijder is. Ketting heb ik net allemaal gezegd. Oorbellen van Lily. Dan heb ik mijn flarebroek aan van de Sting. En mijn Most Wanted laarsjes. Wanneer niet? Ze lopen gewoon echt top. Ik ga even mijn tas inpakken, mijn sportspullen klaarleggen. En dan zie ik jullie als ik thuis kom. Ik heb volgens mij echt al deze ochtend vet veel gevlogd. Oeps. Zo, ik ben thuis en ondertussen kleed ik me even om. Want ik moet gelijk door naar sporten. Oh, dat is altijd zo gehaast. En ik ga nog even snel onderweg een banaan eten, anders ga ik echt dood. En dan ga ik daarna avond eten, want het is 5 uur. Dus voor ik thuis ben is het, nou ja, 7 uur. Oh, ik ben helemaal verkouden. Zo. Als ik trouwens vragen ga krijgen. Dit is een sport-BH van de Hema. Hij is echt super mooi. De roze, daar hou ik heel erg van. En de sportlegging is van Boohoo. En die is hier met gaas. Ook heel erg mooi. Dus heb ik die ook. En deze is van mijn sport crossfit vereniging ding. Voilà. Tada. Oké. Ik ga sporten. Jullie zien me zo. Kijk een keer hoe bezweet je kan zijn. Oh, ik ben helemaal afgetakeld in de sportschool. Oh, ik ben echt kapot. Ik ga lekker eens douchen. Ik ga mijn haar gewoon even lekker wassen. Het is eigenlijk helemaal niet vet, maar toch, hè? Lekker zweten. Nu ga ik ook lekker zo door mijn haar. Dus ik ga het gewoon lekker wassen. Heerlijk. En ik moet nog eten, maar eigenlijk heb ik ook weer veel honger. Maar ik moet wel, want ja, dat is gewoon super slecht voor als je gewoon niet gaat eten. Hè? Ik ga gewoon niet mijn haar wassen, want ik tril gewoon helemaal. Kun je het zien? Oh, erg. Zo, ik heb lekker gedoucht en ik ga nu mijn make-up eraf halen. Maar, oh, ik moet even mijn arm hier neerleggen hoor. Spierpijn. En ik heb nog warm ook. Ik heb koud gedoucht, maar goed. Ik wil jullie iets heel leuks vertellen. Want als jij de titel hebt gelezen, heb ik een nieuw baantje. Alweer. Ja, kun je denken, alweer. Dat klopt. Ik werkte nu echt voor een hele korte tijd. Of had ik een nieuw baantje gekregen. Ik ging bij de Jumbo weg. Toen had ik een nieuw baantje gezien. En daar had ik me voor gesolliciteerd. En daar ben ik gaan werken. En ja... Het klonk leuker of mooier dan het eigenlijk is, moet ik heel eerlijk toegeven. Het was toch niet echt wat voor mij. En ik miste gewoon de creatieve kant en het was best wel eentonig, zeg maar. Dus dat vond ik gewoon heel erg jammer. En ik maak wel hele dagen. Heb ik iets anders op mijn pad gekregen, namelijk Lily. En dat is echt heel erg leuk, want ja, nou ja, we hadden gewoon een gesprek gehad en alles. En gewoon een beetje overlegd en gewoon heel erg leuk eigenlijk. En we waren wel allebei echt heel erg enthousiast over elkaar zo. Maar in ieder geval, ik ga bij Lily werken. En ik heb daar super veel zin in. Dus ik ga woensdag mijn ontslag indienen bij dat andere werkje waar ik nu werk. Daar zie ik altijd zo erg tegenop. Ik vind het echt heel verschrikkelijk. Want kijk, ik vind de collega's echt heel erg aardig gewoon. En het is ook gewoon allemaal, hun hebben gewoon goede bedoelingen, weet je wel. Maar ik vind het dan zo stom dan te zeggen na zo'n korte tijd. Ja, sorry, maar het is toch niet wat voor mij. Ik stop ermee. Dat kan ik echt niet. Ik vind dat heel naar. Maar ja, zo, that's life. Dus dat moeten we gewoon maar gaan doen. Maar in ieder geval, ik ga bij Lily werken. En dat is waarschijnlijk vanaf volgende week. Als het met mijn werk een beetje mee zit, zeg maar. Dat ik daar gewoon direct kan stoppen. Dan mag ik, volgens mij zeg ik het heel vaak, maar in ieder geval. De hele woensdag en zaterdag werken. Zaterdag volgens mij alleen de middag. Moet ik even zo nog even goed kijken. Maar dan mag ik in de winkel helpen. Echt super leuk. En gewoon kassa en in de kledingwinkel zelf. Voor de mensen die Lily niet kennen. Ik heb daar altijd een samenwerking mee gehad. Nog steeds. En dan mocht ik altijd kleding uitzoeken. En daar ga ik dus nu zelf in de winkel werken. Maar de woensdag, dat is echt helemaal top. Dan mag ik een Instagram account beheren. Dus ik ga hun Insta beheren. Dus als jij benieuwd bent, ga ze dan zeker even volgen. Ik tag ze hier in beeld. Ik ga content voor hem bedenken. Ik ga de content ook fotograferen. Productfoto's ga ik maken. Ik ga een feed creëren bij hun. Ik ga gewoon helemaal leuk doen. Dus ik ben echt helemaal om. Het is natuurlijk ook helemaal iets voor mij. Dus dat gaat door. En daar had ik vorige week, wat je me vorige week van kon zien, ook een gesprek mee. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Waarschijnlijk mag ik dat volgende week dus beginnen. Dat is er ook weer uit. Ik heb er mega veel zin in. Ik kan mijn arm echt niet meer omhoog houden. Ik heb mijn haartjes lekker gewassen. Het is niet meer vet. Het was ook niet vet. Maar goed, ik vind het toch wel lekker. Ik ga nu make-up eraf halen, want het zit er nog half op. Half afgedoucht, half niet. En daarna ga ik even eten. Want het is inmiddels volgens mij alweer bijna 7:30 geweest. En ik heb nog niet gegeten. Zo, hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben weer thuis van school. Ik heb trouwens met mijn haar had ik een vlecht in. Wow. Met nat haar had ik geslapen, want ik had een vlecht in. Toen werd ik wakker. Toen hield ik het eruit. En toen was het nog nat. Dus toen dacht ik, ik doe het gewoon lekker al vast.
Want ik heb een roze trui aan. Deze is van de New Yorker volgens mij. Of de H&M. Maar hij is al heel oud, dus die is toch niet meer te koop. En deze scrunchie, die past daarbij. Dus vond ik leuk. Oeh, helemaal buiten aan. Want ik kom echt net thuis. Ik had 1 les vandaag. Dus dat was echt een beetje poep eigenlijk wel. En ja, het was wel heftig. Qua informatie dat ik dacht, wow. Ik ga even dit allemaal in de vaat doen. En tosti maken. Want ik heb knijterveel honger. Dat is echt niet te doen. Oeh. Oh, dit is echt de beste ever. Oké, het is nog heel weinig, dus ik laat het nog lekker gaan. Maar dit is toch... Duimpje omhoog als je... Oeh, hij beslaat gewoon. Duimpje omhoog als jij hier gewoon trek van krijgt. Dit wil iedereen. Kom maar door. Zo, ik heb even lekker tosti gegeten, maar echt vaag joh. Kijk. De lamp gaat niet aan. En deze ook niet. En toen dacht ik, huh? Wat nog meer niet? Nou, deze ook niet in de gang. En... In mama's, trouwens, dit is mama's kamer. Ze is dus helemaal aan het veranderen. Vet mooi grijze vloer hebben geverfd. Doet ook niet. Doet ook niet bij mijn zus. Dus dan gaan we zonder lampje werken. Ik heb van 2 uur beeldmateriaal 34 minuten gemaakt. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. En ik ben er nu ook helemaal klaar mee. Ik ga even lekker Hollands Got Talent terugkijken. En even wat minder vloggen. Want ik had geen vlog meer zien, joh. Video met het editen. Ik had 2 uur aan beeldmateriaal. Nou, het is ongeveer 35 minuten geworden. Maar ik was die week zo blij en ook weer chaotisch. Omdat de tentamens voorbij waren en ik weer kon vloggen. Dus ik wilde ook gewoon alles vastleggen of zo. Maar het was zo chaotisch. En dan doe ik weer zo en dan doe ik weer zo. En dan moet ik dit weer laten zien. Dus ik moet... Dat is wel grappig. Als je zelf gewoon je video's edit, dan leer je ook gewoon heel erg van. Want ik wil gewoon iets stabielere video's en niet zo dat. Dus... Ja, dat ga ik vanaf nu proberen. Ik ga ook proberen weer naar mijn haar te zitten. Maar dat is gewoon echt een tikkie, joh. Dan kun je dat alvast voorbereiden. Of in ieder geval ik. Dat ik daar even op ga letten. Ik heb dus gegeten. Ik heb make-up er lekker afgehaald. Ik heb even een lekkere haarband in. Zodat het gewoon even lekker los kan hangen. Want als ik heel lang een knot of een staart in heb. Dan gaat op een gegeven moment echt mijn hoofdpijn doen. Nou, morgen moet ik de hele dag werken. En dat is dus ook mijn laatste werkdag. Dan moet ik dus ontslag nemen. En ik vind dat dood en dood eng. Daar heb ik echt geen zin in. Ik ga zo even mijn nageltjes doen. In deze witte kleur. En dan ga ik nog even lekker veilen. En een olietje opdoen. Ik heb dus ook voor een AliExpress unboxing shoplog video. Ik kom even niet op de naam. Heb ik ook allemaal dingen besteld. Dus dat komt ook in maart volgens mij een keer binnen. Dus dan zie je dat ook nog wel verschijnen op mijn kanaal. Lijkt mijn nageltjes doen. Naar beneden. Vla eten. Helemaal zin in. En weer video's kijken. Want ik zag weer dat er heel veel vlogs online waren gekomen. Zoals die van Fleur. Die kijk ik ook heel vaak. Fleur Nijbakker. Als ik het goed uitspreek. Dus die ga ik zo even kijken. Het is vandaag woensdag en ik heb al gewerkt. Ik moest vanmorgen best wel haast op. Wow, check die lampen in mijn bril. Maar vandaar dat ik nu pas begin met vloggen. Ik heb vandaag ontslag genomen en ik zag er echt heel erg tegenop. Wordt nog wel verder afgehandeld, maar ze begrepen het gelukkig voorkomen. Ik zit nog helemaal in die spannende mood of zo. Ik vind het echt heel naar. Om ontslag en zo te nemen, gewoon ik haat die dingen. Ik wil gewoon lekker werken en plezier hebben. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal ook bij. Ik ga even eten. Het is alweer 6 uur geweest. Ik heb eigenlijk helemaal niet veel honger, dus ik ga maar een klein beetje eten. En ik wou mijn nagels gisteravond lakken, maar dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Want daar had ik geen zin meer in. Je ziet dat ik net wakker ben, hè? Ja. Oh, ik kreeg een appje. Dat een cijfer erop staat. En nou spring ik uit bed. Doe ik het gordijn open zodat je me ziet. En ga ik kijken. En het is voor recht. Recht. Als ik onvoldoende heb, gaan we even een partijtje janken, jongens. Ik moet eerst nog inloggen. Een 7. Yes. Oh, dat was wel even eng. Oké, top. Zo, het is vandaag donderdag. Ik ga jullie even snel mijn outfit laten zien. Ik ga me straks opmaken, maar ik ga gewoon eerst even lekker eten. Nou, ik draag dit topje van de Bershka. Het lijkt alsof mijn boobies helemaal plat gedrukt, zie je dat? Maar het valt eigenlijk nog best wel mee hoor, dus het zit helemaal prima. En deze broek is ook van de Bershka. Dus lekker opvallend gaan we vandaag. Ik moet zeggen dat hij wel wat losser zit en ik al alles heb strak getrokken aan de achterkant.
Maar goed, dat is maar eenmaal zo. Ik ga vandaag naar school tot 4:15. Dan moet ik super snel naar huis. Want als ik dan thuis kom, dan heb ik alweer rijles. En dat heb ik van 5 tot 6:30. Het is echt een poeptijd. Want ja, het wordt donker. Ik zit in de spits. Ik moet naar Almelo. Dus dit is helemaal poep. En Lisa gaat ook nog eens achterin zitten. Dus dat was helemaal feest. En vanavond ga ik naar papa. Dus druk dagje. Ik ga zo nog even wat boodschappen halen, want er zijn wat dingen op. Ik ga eerst even lekker eten en ik neem gelijk mijn tas mee naar beneden. Vorig jaar had ik gala. Zo, en toen, holy shitty, had ik mijn eigen ogen gedaan. En ik vond het zo grappig. Toen had ik voor het eerst nepwimpjes opgedaan. Dat zat er binnen 2 seconden op. Ik was trots op mezelf. Zo, ik heb me even helemaal opgemaakt. Echt gewoon full face. Ja, dat kun je wel zien. Maar goed, hè. Ik ga even boodschapjes doen en dan even ook gelijk wat eten halen voor vanmiddag. Want dan hoef ik geen broodjes te smeren. Mag ook wel een keer. Even kijken, wat zou ik nu halen? Even kijken. Vla, Kellogg's, brood, melk, Griekse yoghurt, yoghurt. En nog veel meer, maar ik doe alleen die dingen. Oké. En daarna ga ik naar... Wow. Oké, dat heb ik... Laatst echt heel vaak. Is hij kapot? Nee. Dan valt mijn horloge opeens af. Mijn polsen zijn zo dun, hè. Ik heb het gevoel dat het alleen maar dunner wordt. Want normaal zat dit heel erg strak. En nu kan het nog steeds... Kan hij alweer wat strakker, zoals je ziet. Irritant. Ik heb nog dunne pols en dunne vingers. Maar goed, dit is dus mijn outfit. Die hebben jullie nu wel gezien. Ik heb een klein lijstje gemaakt met wat ik moet halen. En dan doe ik gelijk... Dit op de post. Ga ik daarna direct door naar school, denk ik. Dan dub ik het even hier en dan ga ik naar school. Oeh, dit was zwaarder tillen dan ik dacht. Oh my gosh. Zo. Zo stom trouwens. Ik had gisteren per ongeluk. Nou ja, ik kreeg opeens een reactie. Ik dacht, huh? Hoezo krijg ik een reactie op een week? Ik snap het even niet. Even nog staat online. Ik had blijkbaar een foutje gemaakt met inplannen. Wanneer heb ik mijn weekvlog geëdit? Volgens mij woensdag of dinsdag. Dinsdag. En toen heb ik hem ook ingepland, maar het was het gedoe. Want ik ontdekte weer iets fout. Moest ik het weer opnieuw editen en inplannen. En nou ja, een beetje chaotisch in mijn hoofd. En toen kwam ik gisteren achter dat hij al online stond. Toen dacht ik, nou ja, laat maar. Dus vorige week stond de weekvlog op woensdag online in plaats van afgelopen zondag. Dus ja... That happens. Oh my god, kijk nou weer wat er gebeurt. Ah, ik moet ook nooit meer Primark tassen kopen. Deze dingen gaan zo snel stuk. Zo, ik doe het nu maar in deze. Maar dit is heel irritant, want ik had toen die gekocht omdat deze eigenlijk te klein is. Want kijk, mijn laptop steekt uit, dus dan kan die niet dicht. Oké, vraag me niet hoe, but I did it. I did it. Nou, ik ben thuis en ik heb een roos gekregen. Van 2 jongens uit mijn klas. Maar ik gaf ze aan iedereen. Wel echt super schattig. Maar ik moet even een vaasje hiervoor fixen. Dus dat doe ik zo even. Mijn zus is even wat aan het uitpakken. En ik heb nog wat gekregen. Dus ik weet niet wat het is. Ik ga het even unboxen. Kijk dit. Hij zit erbij. What the fuck? Ja, maar ik koop boeken en ik krijg dit. Ja, geen idee. Garnier. Ja, ik heb trouwens de trein eerder gered. Dus ik kan even normaal nog eten. Wat is er? Zit er gewoon zo in? Ik heb dus de trein gehad, dus ik kan nog even normaal eten en zo. Wat is dit? Wat heb ik besteld? Ik heb niks besteld. Er staat Schiphol Boulevard. Wat is dat? Hierbij een tasje gevuld met fijne bourgeois producten. Ah, bourgeois. Veel plezier van. We kijken ernaar uit. Oké. Leuk. Ja. Jullie kennen vast wel het make-up merk bourgeois. Oh, kijk dit tasje. Hoe mooi. Velvet Bordeaux rood. Even kijken wat erin zit. Ik heb een Rouge Edition Velvet. Is dit een rouge? Geen idee. Of lippenstift? Geen idee. Ik heb Extreme Volume Mascara. Kijk hoe mooi deze is. Mooi. En ik heb Bourjois Depuis. Wat is dit? Blush. Oeh, dat valt eens uit. En hier is de rode. Oh my god, die is leuk. Kijk hoe mooi. Mega mooi. Dus dat heb ik ontvangen. Daar ben ik wel heel erg blij mee. In dit hele schattige tasje. Ik ga even snel eten en drinken. En dan ga ik rijden. En ik moet nog even gimpen aan. Want met laarsje kan ik echt niet rijden. Kijk, mijn pakketje is binnen van AliExpress. Topcoat voor gelnagels.
Beige Gold. Colorful Gel Palace. En dan deze. Ja, lamp. Stekkertje, dus dan kan ik die aansluiten. En ja, dan kan ik daar een keer mee spelen. Alles heb ik nu binnen. En wie weet, als ik het wat onder de knie heb, dan laat ik het in de video zien hoe ik mijn nagels dan doe. Maar dat ik wil eerst even mee spelen. Even Temptation gekeken, maar niet helemaal af, want dan werd het echt te laat. Want ja, je moet ook nog een half uur naar huis rijden. Dus die kijk ik morgen even af. Ik ga naar bed. Ik heb zo'n koppijn en keelpijn. Dus ik hoop niet dat ik ziek word. Mijn Louis is ook al ziek. Maar hij komt gelukkig nog wel morgen. Maar ja, ga even rustig aan doen morgen. Want ik wil echt niet ziek worden. Ze zien dat ik in de vakantie ziek ben. Nou, daar heb ik echt geen trek aan. Dus ik heb even paracetamol genomen en water gedronken. Ik ga nu gewoon naar bed. Make-up eraf halen. En morgen tot 2:45 naar school. Echt geen zin in. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En oh, ik was al zo vroeg wakker, want ik was zo verkouden opeens. En keelpijn en snotterig en gedoe. Dus ik hoopte dat het weg zou gaan, maar dat is niet weg. Dus ik dacht echt, oh, zou ik gaan naar school? Want ja, morgen ga ik de hele dag shooten met mijn nicht in Amsterdam. Dat is super leuk en dan wil ik muziek zijn. Maar ik ga wel, want ja, het is mijn eerste les bij twee vakken. Ik heb vandaag twee vakken. En dat zijn mijn eerste lessen. Dus dan wil ik daar gewoon altijd bij zijn. Dus ja, dan gaan we dat doen. Ik heb tot 2:45 les. En dan komt Laurens als het goed is. Want hij is dus ook echt ziek. Hij blijft wel thuis. Dus ik moet nog even kijken of ik daar dan heen ga. Of hij wel hier komt. Overleg nog wel. In ieder geval, dat is het plannetje. Ik wil vanmorgen mijn haar krullen. Maar dan moet ik denk ik heel vroeg mijn wekker zetten. Of vanavond al doen. Maar ik denk niet dat dat dan wordt. Ik draag deze trui van Lily weer. En deze broek. Die kennen jullie nu wel van Bershka. Ik heb daar een hele stapel met kleding wat uit de was komt. Dat moet ik nog even een keer opruimen. Ik ga even mijn tas en zo pakken en even wat eten. Zo, ik heb ook nog dus enigszins een beetje geprobeerd te fatsoeneren. Oh ja, ik wou nog zeggen, ik heb mijn cijfer terug voor herkansing, coderen, en het is een 9. Daar ben ik heel erg blij mee. Nu heb ik eigenlijk alle cijfers terug, moet ik alleen nog wachten op eentje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Vandaag, vrijdag toch? Ja. Vrijdag en, nee, zaterdag. Oh. En ik ben wakker, Laurens ook. Hij is toch uiteindelijk bij mij gekomen. Oh, ik ben heel donker. En ik ga even opschieten. Want ik ga straks met de trein naar Amsterdam met mijn nicht. En dan gaan we shooten, dus ik neem jullie gewoon mee. Want ik heb niet zoveel gevlogd, maar dan ga ik daar gewoon lekker vloggen. Ja, ik heb dit aan. Dit is heel oud. Ja, god, hoe ga ik dit laten zien? Doe even helderheid heel hoog, zodat je goed ziet. Maar dit is heel zwart. Jurkje van de Only, volgens mij. Met zo'n hoge kool. En dan een riempje van de Primark. En dan mijn Most Wanted laarsjes. En dit tasje doe ik erbij, want die past bij mijn riem. En dan heb ik nog een beetje kleur. Verder neem ik een kleine trolley mee. Volgens mij heet dat een trolley. Zo'n koffertje. En daar zit ook nog allemaal shit in. Dus we gaan veel foto's maken en natuurlijk ook wel een beetje de winkels in en zo. Ja, sorry, maar dikke tegenlicht. Ik ben met Iris in Amsterdam. We zijn net naar En DSMR. En DSMR. Naar de Eihallen geweest. Ja. Ja. Oh, die zon, hè? Ja, echt leuk, hè? Dat was maar het leuk. Was wel echt heel erg leuk. Ja, dat was heel leuk. Lekker. Zoveel vintage dingen en ja, ook een en al rom natuurlijk. Een rom en brut. Ja. En net even poffertjes gehaald. Ja. Kijk, hoe mooi. We gaan met de boot weer terug naar Centraal. Hey. En dan gaan we weer verder met onze tour. We hebben al best wel wat foto's.
foto's gemaakt. Ja, ja, echt bij van die gravity dingen. Ja, was wel heel nice. Dus nog een paar te gaan. Ik zit hier met mijn koffer. Oh ja. Oeh, we hebben al gegeten, maar eet smakelijk. Eindelijk, hè? Dus hoe laat is het? Het is al 2 uur. We gaan nu eindelijk lunchen. Oh, kijk dit. Wat is een blok in mijn maag, joh. Ja, echt, hè? Eet smakelijk. Yeah. Ja, hoor. God, het duurde lang, hè? Nou, mijn god. Kijk eens even. Dat duurde echt mee. Nee, maar iedereen werd weggestuurd. Zag je dat niet net? Ja, en ik mocht blijven zitten. Ja, gewoon hier zit dus een zwembad. Daar gaan we even foto's op maken. We zijn dus 30 uur gereisd voor dit plekje. Oh, ik hoop dat die lekker is. Kijk, dit schuimlaagje. Ik denk dat je dat in hebt. Zo. Ja, zeker. Ik niet. Het is Oeh, ik ben thuis. Ik zie echt belabberd thuis. Bijna 2 uur trein gezeten. Maar ik moet nog eten, Brit. Ik heb nog helemaal niet gegeten. Het is 7:30. Ik heb hier 2 pakketjes liggen. Ik heb trouwens niks gekocht in Amsterdam. We hebben echt alleen maar gewoon lekker gekeken en foto's gemaakt. Dus die zie je wel op mijn Instagram. Instagram is Floor Delver. Ik ga een pakketje openmaken. Ik heb van My Jewelry iets gekregen. En Case Tastic. Dus ja, dat gaan we openmaken. Nou, ik heb shoes gekregen van Case Tastic. En dat is een hele mooie doorzichtige met cactusjes. Heel schattig, lichtroze. En deze snake print, die past wel bij mijn broek. Daar ben ik heel erg blij mee. Die heb ik gekregen. Kijk hoe leuk dit al is. Panterprint. Nummer 1. Oh, hij is gedraaid. Maar dit is een coin. Hij is wel gedraaid. Ook coins. Oh, deze is ook leuk. Deze wil ik voor mijn tweede gaatje. Zilver. En dit is het laatste. En dit is het laatste, ja. Dit is een heel mooi lavier bel ringetje. Oké, dit komt er allemaal uit mijn tas. Ik ben trouwens nog zo schor als ik weet niet wat. Mijn haar is vet, ik wil het even wassen. De dag was zo voorbij. En wij dachten echt, huh, is het nu al zo laat? Dus ik heb nu ook pizza besteld. Want ja, ik moet nog eten dus. En het is 8 uur. Ik heb wel echt honger. Dus dat komt er zo aan. Maar mijn haar is dus wel vet geworden van vandaag. Dus ik ga het zo even wassen en douchen. Verder wil ik mijn kamer opruimen, want zoals je ziet, dit is echt 1 bende. En dit is natuurlijk ook nog 1 bende. Ik wil dus Wie is de Mol kijken en dat begint over 1/2 uur. Dus ik ga het eerst allemaal opruimen. En dan ga ik daarna wel Wie is de Mol kijken of zo. Terugkijken. Want ik ga niet weg vanavond, want eerst zou ik een verjaardag hebben van de familie van Laurens. Dus ja, Laurens die zelf ging, wist ook nog niet of hij ging, omdat hij ook ziek was. Zij zei al, weet je, geniet lekker van je dag in Amsterdam en zo. Dus daardoor heb ik nu lekker een avondje vrij. Maar dat vind ik wel fijn, want ik was vannacht echt ziek. En gisteren ook. Daarom heb ik gisteren trouwens ook niet gevlogd. Laurens die kwam hier uiteindelijk, terwijl hij ook echt ziek was. Hij ging ook niet naar school. Oh, en dat was zo zielig. Dus ik heb eigenlijk de hele dag met hem plat gelegen. En zei ik, oké, weet je wat? Want hij zei, ja, ik wil hier wel graag blijven slapen. Want dat is dichter bij voetbal ook. En het is natuurlijk leuk. Toen zei ik, weet je wat? We leggen gewoon matras naast. Want wij hebben allebei geen 2-persoons bed. Want ik dacht, ja, ik hoef geen sauna naast mij te hebben liggen. Want dan word ik zelf ook weer een sauna. Daar heb ik ook geen zin in. En ook gewoon dat geproest en gekuch en gedoe van elkaar. Dus ik dacht, ja, we moeten beide gewoon goed slapen. Want van slapen word je beter. Dus we hadden even een matrasje neergelegd. Helemaal leuk. Dikke sleep over. Dat was echt leuk. Maar goed, nu moet ik dat dus wel allemaal opruimen. Daar heb ik echt geen zin in. Ik ben nu zo hard aan het uitstellen, hè. Mijn pizza kan ook elk moment komen. Ik moet dit even opruimen nu. En dan moet ik ook nog die koffer uitpakken. Oh, wat heb ik mezelf allemaal aangedaan. Even bijkomen zodat ik gewoon de vakantie niet ziek ben. Want het is trouwens dus de voorjaarsvakantie nu. Want nu is het weekend. En volgende week voorjaarsvakantie. Dus ja, dan wil je gewoon niet ziek zijn. Kleding opruimen. Dat opruimen. Mijn koffer daar. En dan hoop ik dat mijn pizza komt. Dan ga ik lekker pizza kijken. En pizza kijken. Pizza eten en douchen en zo. En Wie is de Mol terugkijken in bedje. Yummy, 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 yummy. Goh, lekker. En nog wat aardappelschijfjes. Omdat je boven een bepaald bedrag moet uitgeven. Lekker. Zo. Oeh, donker. Ik heb even een vlechtje in mijn haar gedaan. Want ik ga morgen gewoon mijn haar wassen. Daar heb ik nu echt geen zin in. En ik zit zo vol. Ik heb hier
flesje water. Dus ik ga dat nu even lekker terugkijken en dan ga ik slapen. Goedemorgen, het is zaterdag, zondag. Ik heb even lekker gedoucht, mijn haar gewassen, ik ben snotverkouden. Dus, mijn handen zijn paars van de zoefshampoo. Dus let niet veel op mij, qua stem. Ik heb deze trui aan van Chiquelle. Zo, deze trui van Chiquelle. En ik vind het fijn dat hij lekker groot is, want je kunt hem ook gewoon zo dragen en dan met een riempje of zo. En mijn legging, want ik ga naar Laurens, maar hij slaapt nog, maar ik ga er straks gewoon heen. Het is inmiddels volgens mij weer bijna 11 uur. Ik was om 8 uur al wakker, maar ik ging ook best wel vroeg slapen, want ik voel me echt niet lekker. Maar ik voel me wel iets beter, alleen mijn keel en zo niet, dus ik ga ook niet te hard praten. Zo. Deze knopjes uit. Deze ga ik in mijn tweede gaatje doen. Deze ringetjes, mega mooi. Ik ga even dagcreme en zo doen. En dan ga ik zo naar Laurens toe. We gaan eigenlijk niet zoveel bijzonders doen of zo. En ik wil ook nog gewoon als Got Talent terugkijken. Ik wil de Voice nog terugkijken. Dus ja, dat. Ben je ook ziek? Laat het even in de comments achter. Ik ga dit nu even opruimen. En dan ga ik vandoor. Kijk hoeveel hoesjes je kan hebben. Deze heb ik nu om. Maar ik ben eentje kwijt, zie ik. Ik heb deze, dit is zijn met hartjes. Maar ik heb deze ook in sterretjes. Ik weet niet waar die is. Maar goed. Ik ben ook zo bleek als ik weet niet wat. dus daar gaat maar een keer verandering komen als de zon doorkomt. Oh, en zoals altijd is het alweer maandag. En ga ik de vlog afsluiten, hè? Ik zou vertellen, ik ben gisteren uiteindelijk, of nou ja, vannacht, toch bij Laurens gebleven. Hele dag gechilled en zo. En toen dacht ik, ja, s'avonds om, weet ik veel, 11:30. Ik heb eigenlijk echt geen zin om naar huis te fietsen. En zei hij, blijf voor slapen. Ik zei, ja, weet niet. Toen dacht ik, ja, weet ik eigenlijk wel. Ik blijf voor slapen. Laat even weten wat jij fijn vindt. Een weekvlog om 6 uur of een weekvlog om 8 uur. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je tot volgende week zondag. Doei doei!